De Bollenstreek. Een uniek en kleurrijk gebied in de kop van Zuid-Holland. De prachtige velden tulpen, narcissen en hyacinten trekken jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen. En zowel de bollen als bloemen zijn een belangrijk exportproduct voor Nederland. Maar wat komt er allemaal bij kijken om die bollen op het land en de bloemen bij ons in de vaas te krijgen? In deze serie volgen we een jaar lang het werk van 11 bollenjongens. Jonge ondernemers in de Bollenstreek die het hele jaar door druk zijn op het land en in de schuur. Bart, Mark, Lucas, Tim, Ruben, Frank, Carlo, Alan, Martijn, Daan en Stan. Bollenjongens. Het verhaal van de Bollenstreek. Toen, nu en in de toekomst. Nou, het is nu oktober, het is plantseizoen. En dan gaan de bollen de grond in. En dan bereiden wij ons voor op de lente. En dat wordt dan weer een groot spektakel voor de hele streek. De lente heb ik dan nog niet in mijn hoofd. Want 9 van de 10 keer loop je in de regen in het plantseizoen. Dus dan is de lente ver weg. Ja, het is weer een nieuwe start. Niet 1 januari, maar in het najaar. We beginnen altijd met de narcissen. Dan rollen we gelijkmatig door in de hyacinten en dan eindigen we met de tulpen. Het leuke aan planten is dat je, je ziet het resultaat van je werk. En als je één foutje maakt, dan ben je de rest van het jaar ben je de klos. Ja, wij weten al een beetje van tevoren van hoeveel bollen wij de grond in stoppen. Hoeveel hectares, hoeveel oppervlakte wij nodig hebben. Ja, en dat is altijd weer een mooi reken- en puzzelsommetje. En dat is ook altijd wel een moment van aanpakken en toch altijd iets meer uren maken. Want het kan best wel druk en hectisch zijn. Samen met mijn vader gaan we aan de plant. Hij zit vaak op de trekker en ik bereid het voor. We planten bollen vanaf de eerste die beginnen al eind september. Tot en met eigenlijk halverwege december gaan de laatste bollen erin. Het voorjaar wordt weer prachtig. Dat is één ding wat zeker is. Het is oktober en het voorjaar is nog ver weg. Maar in de schuren in de Bollenstreek wordt hard gewerkt, want in het najaar moeten de bollen de grond in. In de vorige aflevering zagen we al dat kwekers hun land ontsmetten, voeden met groenbemester en de velden hebben omgeploegd tot mooie nieuwe bedden voor de bollen. Tijd om te gaan planten. Ook de schuur van Daan staat de hele zomer vol kuubkisten met bollen. Die worden vandaag geplant op een stuk land in Voorhout en dat vraagt de nodige voorbereiding. Daan, Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Mooi bedrijf. Bedankt. Toch? Opgezet door mijn verre familie. Verre familie? Ik word de 5e generatie. Hey, en waarom wil jij dit bedrijf overnemen? Want je had ook kunnen zeggen, ik ga iets anders doen. Dat klopt. Maar op een gegeven moment heb ik tijdens mijn studie, ben ik er een half jaar tussenuit gegaan. En heb ik gemerkt dat ik het werken hier zo gewoon miste. Dus, wat heb je gedaan dan? Ik heb aviation studies gedaan. Dus een luchtvaartstudie. Maar piloot is wel heel wat anders. Piloot is zeker wat anders. Ja, maar daar ben je dus wel aan begonnen. Ja. Maar je ging dit missen. Ja. En ik had ook ondernemerschap in Amerika gestudeerd. En daar lagen voor mij veel meer uitdagingen dan wanneer ik in de cockpit zou zitten. Wat hebben jullie allemaal in dit bedrijf? Wij telen tulpenbollen en freesia, knollen. Oh, dus je hebt zeg maar het voorjaar, maar ook vervolgens in de zomer nog een teelt, ja. De freesia's. Ja, en zo kunnen we dus jaar rond blijven produceren. Kijk Johan, dit zijn de bolletjes die we vandaag de grond in gaan stoppen in oktober. Wat een kleintjes. Ja, hè? Die komen van de grote bol af. De grote bol? Ja, dus de kleintjes die planten wij in oktober. Nu dus? Inderdaad. Die groeien uit tot een grote bol. Ja. Aan die grote bol, zoals je hier ziet, zitten weer kleine bolletjes. En in juni of juli, dat noemen we bollenpellen, halen wij de kleine bolletjes van de grote bol af. Ja. En dat worden weer zulke bolletjes. En die ga je weer planten? Ja. Oh, en die grote? Die verkopen we. Oké, die worden naar het buitenland of de supermarkt of tuincentrum. En wat is dit voor een bol? Wat voor kleur? Dit is een gele. Oh, een gele? Een strong gold. Strong gold. Ja. Oh, dat klinkt stoer.
Maar je gaat er meteen ook lekker zo nonchalant bij staan, Stronghold. Yeah. Ja, ik ben ook hartstikke stoer, ja, toch? Ja. Hey, nou, en hij moet vol dan, hè, dit ding? Ja, dus dan ga ik maar gauw weer verder. Nou heb ik een mooi klusje voor jou, Johan. Ja, die hier ligt in de kist. Hier heb je een andere. Kijk of ik aan een spelprogramma meedoe. Even kijken. Komt-ie. Let op, hè, Daan. Die deed ik expres even fout, hè? Oh, nee, om te laten zien hoe het niet moet. Nee, joh. Maar dit? Laat het nou maar zien dan. Ja, hoor. Hey. Hé. Oh, Daan, sorry. Sorry, dat ging echt per ongeluk. Nou, gelukkig is het niet de haak die op mijn kop valt. Worden jouw handen ook een keertje vies, Johan? Hey, tot 10 tellen. Hebben we samen goed gedaan. Goh. Nog even naar binnen, waar de zus van Daan net een verse bos bloemen op tafel zet. Mooi bossie. En zijn moeder de lunch heeft klaargemaakt. Is jou, dit is van papa. En dan op naar Voorhout, waar de miljoenen tulpenbollen de grond in gaan. Succes weer. Ja, bedankt. Vroeger hadden de telers nog geen grote aanhangers en kubkisten om mee te werken. Deze bollenjongen heeft rond 1950 zijn bakfiets volgeladen met bollemanden en gaat op weg naar zijn veld. Samen met zijn collega's laat hij de bakfiets uit en op het land worden handmatig zo recht mogelijke plantbedden gemaakt. Met deze rolmaat maken ze de veurtjes waar de bollen in komen te liggen. Vervolgens worden alle tulpenbollen één voor één in keurige rijtjes neergelegd, waarna het zand er weer wordt opgeschept. Later komen de eerste plantmachines die gleuven maken in de grond en daar een rijtje bollen in laten vallen. Via de slootjes tussen de bollenvelden worden de manden met bollen aangevoerd om de plantmachine mee te vullen. Samen met Daan ben ik inmiddels in Voorhout aangekomen, waar vandaag met een ingenieuze machine maar liefst 4 miljoen tulpen geplant worden op dit perceel van 3 hectare. Nou, Daan. Ja, herfst. Johan. Dat kan je wel zien, hè? Man. Oh, hier is je plantmachine. Ja, dat klopt. Wat een ding, joh. Oh, een apparaat, hè? Dat is even wat anders dan hoe het vroeger eraan toe ging. Hé, als jij nou hier op het land loopt, ja, heb je er altijd zin in? Het werk moet gedaan worden. Jullie zijn altijd buiten, of vaak wel, hè? Of in de schuur, of buiten. Ja. Lekker? Het is heerlijk. Ja? Ik kan niet de hele dag binnen zitten, joh. Word ik gek. Een van de redenen waarom ik voor dit vak heb gekozen. Ja? Ook door de diversiteit. Elk seizoen is weer anders. Elke week is weer anders. En dat maakt het leuk. Hey, en dit perceel is eigenlijk niet zo heel erg groot, vind ik. Dit is ongeveer 3 hectare. Ja, ruim maar 3 hectare. De Bollenstreek heeft natuurlijk heel veel kleine perceeltjes. Ja. Maar we hadden het vanmorgen over 4,5 miljoen bollen. We gaan op dit stukje 4,5 miljoen bollen. Ja, dat is niet voor te stellen, hè? Jeetje, joh. Kun je nagaan hoeveel 100 miljoen bollen er wel niet in de hele Bollenstreek geplant worden? Ja, vele. Vele. De kubkisten met bollen die Daan vanmorgen heeft geladen, worden geleegd in de bovenste gele bak van de plantmachine. Vervolgens zakken ze naar de kleinere gele bak eronder, waar ze in een smalle gleuf terechtkomen. Daan heeft ingesteld hoeveel bollen er per meter geplant moeten worden en de machine laat precies dat aantal bollen door. Deze hoeveelheid per meter hangt onder meer af van het soort tulp en de grootte van de bollen. Aan de voorkant van de plantmachine wordt de grond opzij geschoven en via een lopende band vallen de bollen op het perceel. Direct daarachteraan zorgen deze draaiende schijven ervoor dat de opzij geschoven grond weer op de bollen terechtkomt. Dit hele proces gaat automatisch via GPS. De chauffeur van de trekker kan er dan ook regelmatig van afspringen om te kijken of alles goed gaat, terwijl de trekker zelf kaarsrecht over het veld blijft rijden. Je vader loopt hier ook ergens rond, hè, op dit terrein. Dat klopt. Hoe heet hij? Patrick. Patrick. Ja joh, kom. Ah joh. Hoe vind je het om je zoon hier zo te zien? Ja, gaaf. Trots. Ja.
En waar zit hij trots? Want hij vertelde vanmorgen dat hij iets heel anders wilde gaan doen. Ja, dat klopt. Piloot. Nou, ik ben toevallig 2 weken vakantie geweest, een week geleden. Ja. Ik heb alles geregeld. Als ik jou een beetje ken nu, dan merk ik wel dat je best wel een stevig karakter hebt. Nou, gelukkig. Hij heeft dat ook. Ja. Dat moet ook wel, anders lopen ze over hem heen. Ja. Maar nee, je moet er nee kunnen zeggen. En als je niet eigenwijs bent, ja, dan ben je geen goede ondernemer ook van mijn idee. Oké. Okay. Want de beste ondernemers zijn het meest eigenwijs. Ja. Is dat ook de eigenschap waardoor hij goed genoeg is om jullie bedrijf over te nemen straks? Nou ja, dat is natuurlijk een groeiproces. Dan kan je nou nog niet, je kan niet van de een of andere manier zeggen, ja, jij kan het bedrijf even overnemen. Maar hij krijgt in ieder geval de kans. En ik zeg altijd, het duurt 7 of 8 jaar voordat je een keer een teelt onder de knie hebt. Dat je alle in en zout weet hoe het allemaal werkt. Oh, maar dit is wel serieus wat je zegt, dat hij echt zich nog aan het bewijzen is. Want je zou eigenlijk zeggen, weet je, vader en zoon, je wil dat hij die zaak overneemt. Het is ook wel makkelijk voor Daan, het is ook wel ideaal voor jullie. Maar er is toch nog iets waarvan je zegt, van, nou ja, het moet dus wel nog gaan blijken. Ook gewoon in alles wat zich de komende jaren gaat voordoen. Dat denk ik wel. Het is best een complexe vak. Ja. En daar moet je in groeien. En ik wil altijd wel zorgen dat je op een gegeven moment nog een mogelijkheid hebt om te zeggen, nou ja, ik zie het niet zitten, daar en daarom. Om dan toch te kunnen zeggen, nou, ik ga wat anders doen. Want ik wil niet dat hij zich verplicht voelt om per se de zaak over te nemen. Volgens mij heb jij je keuze al gemaakt, toch? Eigenlijk wel, ja. Maar wat hij zegt, ik moet me nog wel steeds kunnen bewijzen. En het is een leerproces, het is een groeiproces. En ik sta er wel voor de volle 100% in dat het goed gaat komen. Want anders ben ik hier niet aan begonnen. Hoeveel bollen gaan er elk jaar de grond in? Wat is dat voor vraag? Ja, dat vind ik een onwijs lastige vraag. Dat verschilt per jaar. Er zijn wel getallen voor. Maar dat durf ik allemaal niet te zeggen, joh, want dat zijn er zoveel. Wat is dat nou weer voor vraag, jongen? Hoeveel bollen gaan er de grond in? Ik zou het niet eens weten. Er zijn een hoop. Dat weet ik wel. Een paar miljard. 7 miljard, denk ik, of zo. Velden vol. 400 miljoen. Mag ik rekenen in de gebruik? 2000 hectare keer 400.000 leverbare bollen. Dat is bijna niet uit te rekenen, want je hebt kleine bolletjes en grote bolletjes. Oh, hè? Nee, dat kan niet. Gaat hard hoor. Zo'n klein bolletje. Weet je hoeveel er op een hectare passen? Zal het 500 miljoen zijn. Ik bind me er niet op vast, maar zoiets zal het zijn, denk ik. Is 800 miljoen bollen. Dus dat is bijna 1 miljard bollen. Dus ik weet niet, weet jij het? In de Bollenstreek ligt zo'n 2700 hectare bollenveld. De hoeveelheid bollen per hectare hangt af van de soort en de grootte. Maar dat er jaarlijks meer dan 1 miljard bollen de grond in gaan, is zeker. In oktober wordt de tulpenbol dus geplant en in april komt daar een tulp uit. In die tijd wordt de bol groot en groeien er onder de grond aan die grote bol vanzelf meerdere kleine bolletjes. Maar voor de hyacint is dat een heel ander verhaal, want bij een hyacint gaat namelijk niets vanzelf. Martijn laat zien dat hyacinten uitgehold moeten worden om ze te kunnen vermeerderen. Die worden gehold, als het ware. Bij ons gaat het machinaal, maar het kan ook al matig met een holmesje. En die wond, die groeit als het ware helemaal vol met nieuwe kleine bolletjes. Oh echt? Oh, dus hier groeit uit zichzelf niks aan? Nee. Zoals bij een tulp? Nee. Maar door dit open te maken, wat gebeurt er dan? Want dan, je zegt dan groeien de bolletjes, maar wat gebeurt er dan hierin dat gebeurt? We snijden met een krulmesje de bolbodem eruit. Dan groeit deze wond, die laten we drogen. En die groeit dan in een paar maanden tijd met een bepaalde temperatuur en vochtbehandeling in de cel. Groeit deze wond vol met kleine nieuwe bolletjes. En die bolletjes die planten we als geheel. Gewoon de hoofdbol in de grond in het najaar. En dan het jaar daarop, dan is er eigenlijk van die hoofdbol niks meer over. Maar heb je 20 tot 40 tot 60 kleine nieuwe bolletjes uit één hoofdbol. Uit één zo'n gaatje komen 60 nieuwe bolletjes maximaal? Ja, maximaal 60 nieuwe bolletjes. En die worden 2-3 jaar doorgeteeld tot we een leverbare bol hebben die we kunnen verkopen. Oh, dus dat duurt eigenlijk veel langer. Ja, dit is de grond in en dat is 1 jaar gewoon klaar. En dit is een meerjarig proces. Ja. Maar het is niet heel veel duurder. Uiteindelijk. Want als ik langs de weg rij hier in het voorjaar, dan koop ik een potje hyacinten voor 1 euro.
en een potje tulpen voor 2 euro. Dus hoe kan het dat deze aan de weg duurder is dan deze? Ja, dat is een leuke vraag. Maar zoals je ziet is de tulp veel kleiner en staan er dus meerdere tulpen op een potje. Oh, bij een hyacint staan er wat minder op. Ja. Oh, zo is het gewoon. Omdat het hollen van de hyacinten een enorm arbeidsintensief proces is, heeft Martijn een holmachine gekocht. De hyacintenbollen worden ondersteboven op een lopende band gelegd, waarna ze door de machine gehold worden. En omdat dat uiterst precies moet gebeuren, kan deze machine tot op de 10e millimeter nauwkeurig worden ingesteld. Maar omdat niet alle bollen gelijk zijn, kan het gebeuren dat een bol niet helemaal gelijkmatig wordt gehold. Daarom worden alle bollen ook nog gecontroleerd en zorgen de medewerkers ervoor dat er een perfect rond holletje komt in elke hyacintenbol. Maar er moet dus iemand geweest zijn die ooit heeft bedacht van nou, er groeit niks aan, laat ik er maar een gat in maken. Ja. Wie heeft dat bedacht? Nou, dat is eigenlijk per toeval ontstaan. Ze hebben die hyacinten geplant en toen is er waarschijnlijk in de slootkant een muis omhoog gekropen. En die heeft de bolbodem eigenlijk weggevreten als het ware. En toen kwamen ze er eigenlijk achter, toen ze die bol ophoorden, dat die beschadigd was aan de onderkant. Maar dat er wel 10 nieuwe bolletjes in zaten. Op de plek van die beschadiging? Op die plek van die beschadiging. Dus muizen hebben ooit bedacht dat die hyacinten gehold moeten worden? Ja, daardoor is het idee geboren. Hyacinten worden niet alleen op het land geplant, ze doen het ook goed op potjes. En omdat wij het zo lekker vinden om in de winter het voorjaar in huis te halen, draait het bedrijf van Stan in Noordwijkerhout in het najaar en in de winter op volle toeren. Nou, we zijn net begonnen eigenlijk. Oh, net begonnen? Ja. We hebben potjesbroeierij. We zetten hyacinten op potjes. Ja, en dan zeg je broeierij. Want waarom heet dat broeierij? Ja, we broeieren een bol op een pot, zodat daar een mooi product uitkomt. Minder temperaturen legen wij en weet ik het allemaal. Oh, zodat je precies weet, als we hem nu op het potje zetten, weten we wanneer er een bolletje uitkomt. Precies. Hey, en doe je dit al lang? Dat is mijn opa is ermee begonnen, ja. Dat is, hoeveel jaar is dat geleden? Een jaar of 50 geleden. 100? Ja, zoiets. Dat lijkt me wel op, ja. Ja, precies. Hey, en dit, waarom is je opa dit gaan doen? Ja, omdat 's winters ook inkomsten, we hadden niks te doen eigenlijk. En 's winters ook wel wat te gaan verdienen eigenlijk. Eigenlijk heb je gewoon mensen ingehuurd. Ja. En die staan met de hand. Ja, alles gaat met de hand nog, ja. Waarom gaat dat niet met de machine? Ja, met de hand gaat dat toch netjes, meest net. En er is niet echt een echte machine nog echt die het netjes kan en doet, zeg maar. Dus dit moet ook gewoon nog met de hand, om te zorgen dat het er mooi uitziet. Ja, hier worden de potjes gevuld. Oh, dat gaat wel automatisch? Ja, dat gaat wel automatisch, zeg maar. Hoeveel van die potjes gaan we doorheen, Stan? Want hoeveel weken doe je dit? We zijn nu, even kijken, we beginnen half augustus. En dan zijn we tot meestal half januari bezig. Hè? Nee joh, maanden? Ja, maanden. Zeker. In dit tempo? Ja, zeker. Maar over hoeveel potjes hebben we het dan? Dat moet toch over tientallen miljoenen gaan? Ja, klopt. Maar dat is een business, in plaats van niks doen in de winter. Ja, nee, dat scheelt een hoop, ja. Dat zijn toch bedragen? Hoe oud ben je? Ik ben 21. Ja. Mm-hmm. Realiseer je dat dan ook? Ja, nee, zeker wel. Het is een kapitaalkrachtig beroep, is het zo. Ja. En dit is gewoon water, hè, wat eruit komt? Zit er nog iets in? Water. Nee, dit is gewoon echt puur. Geen voedingsstof of puur water? Het is puur water. Oh, die meneer zet ze nog even recht? Ja, hij controleert ze nog na. En daarna duwt hij er een kussen op. Een kussen? Ja, een kussen. Dat zorgt ervoor, als die bollen, die krijgen wortels. En die duwen zeg maar dat bolletje omhoog. En die wil door de strak, druk? Ja, en die wil dat ze strak op het potje blijven zitten. Oh, maar dan kunnen die puntjes nog niet omhoog komen? Nee, maar dat komt ook later. Ze gaan eerst wortels maken en daarna krijgen ze puntjes. Oh, en om ervoor te zorgen dat ze dan ook netjes blijven zitten zoals ze nu zitten? Ja, precies. Drukt zo'n kussen ze naar beneden? Ja, als ze dan op elkaar gestapeld worden, dan hebben ze druk. En zo gaan er dagelijks vele stapels met potjes de cel in om te worden gebroeid. En hebben wij midden in de winter een leuk bloemetje in huis staan. Mijn favoriete bloem is de tulp, omdat die heel veelzijdig is. Je hebt ze in alle vormen, maten, kleuren, noem maar op. Alles is er. Er zit een onderdeel Hollands glorie in. En daar
altijd als je weer een goede bos tulpen hebt, dan word je daar gewoon vrolijk van. Ik heb niet zoveel met hyacinten. Ik vind een tulp, als je een mooie bos met tulpen hebt op de vaas staan, mooie zware tulpen, ja, dat vind ik helemaal geweldig. Het is nog steeds het meest iconische product, denk ik, in de siertilt in Nederland. En ook als je net zo'n gedrilde of gespoelde kist met bollen hebt, als ze gerooid zijn, en je ziet die tulpen daar staan, ja, die bolletjes helemaal mooi bruin, ja, dat vind ik het mooiste. Eigenlijk vind ik zelf de zonnebloem het mooiste, maar die kweken we niet. Mijn favoriete bloem is een gladiool. We proberen zelf de hyacint natuurlijk ook naar voren te brengen, dus ja, kopen een hyacint. Ja, het is toch prachtig om in een vaas in huis te hebben. Groot. Veel bloemen eraan. Het vrolijkt je hele huis op. Ja, ik weet ook niet wat het is. Sommige mensen worden blij van auto's. Ik word ook blij van trekkers. Maar als ik dan zo'n net mooi gerooide kist met bollen zie, van die grote dikke bollen. Ja, dat vind ik mooi. Ik weet niet wat dat is. Ja, het is gewoon mooi. In de volgende aflevering nog meer hyacinten. Dan laat Tim zien dat het planten van deze bollen op het land een bizarre klus is. En deze tuigjes zijn ervoor zodat je het werk langere tijd vol kunt houden. Dus doe je armen doorheen. En dan hang je erin. En probeer ik een eigen perkje te krijgen in Keukenhof. Dan wil ik ook wel een eigen perkje eigenlijk. Want ik heb natuurlijk 10 bollen, jongens. Ja, helaas. Oh. Wil je meer informatie over het programma? Of meer weten over de bollenjongen zelf? Of wil je afleveringen van Bollenjongens terugkijken? Ga dan naar omroepwest.nl/bollenjongens.